Vorige week is besloten dat de snelweg A15 wordt doorgetrokken tot de A12. Dit moet de doorstroming in de regio Arnhem-Nijmegen bevorderen. De Groene Metropoolregio is dan ook erg blij met dit besluit. Betere verbindingen bevorderen straks ook de aantrekkelijkheid van dit gebied om er bijvoorbeeld te wonen. Toch weten veel mensen nog niet precies wat de Groene Metropoolregio nu eigenlijk is. De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is een samenwerkingsverband van 18 gemeenten. Voor de GMR is mobiliteit een van hun kernpunten en daar hoort het doortrekken van de snelweg A15 bijvoorbeeld ook bij. Voorzitter Hubert Bruls vertelt dat dit hoog bij hen in het vaandel staat. Wij richten ons heel erg op alle ruimtelijke opgaven en de economische opgaven, als ik het zo mag uitdrukken. Dus woningbouw is cruciaal, maar ook verbindingen. We hebben het nu over een weg, maar het gaat natuurlijk heel erg over openbaar vervoer, fietsverbindingen. Ja, en iedereen snapt, het heeft niet zo heel veel zin om een fietspad of een weg aan te leggen wat bij de gemeentegrens op. Dat moet je regionaal doen. Zonder mobiliteit kunnen wij niet al die nieuwe woningen of vernieuwing van bedrijventerreinen doen, want dan staat het gewoon stil. Het is echt met elkaar verbonden. En omgekeerd, we gaan natuurlijk ook geen openbaar vervoer en wegen aanleggen als er niet meer iemand wil komen wonen of kan gaan werken. Dus die dingen hangen heel sterk samen. Voorzitter Bruls ziet het doortrekken van de snelweg als enige mogelijkheid om de doorstroming van het verkeer op te lossen. Ik denk dat het belang van verkeer wat niet vast blijft staan, want dat is onherroepelijk het gevolg als je de A15 niet zou gaan doen. En dan kunnen wij allemaal vinden dat mensen niet in die auto moeten gaan stappen. Maar als ze niet in die auto stappen, moeten ze in de trein stappen. En daar is het ook al hartstikke druk. Je moet ook de doorstroming van het aanwezige autoverkeer mogelijk maken. Want anders staat iedereen om een beeld te geven, niet alleen op de A12 vast, maar ook op de pleigroute, maar ook op het stuk de A325 tussen Nijmegen en Arnhem. En dan zal het in Nijmegen ook gaan vastlopen. Dus het heeft een enorme consequentie, hebben we al laten doorrekenen, als die er niet zou komen, die A15. De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen wil negatieve impact voor omwonenden van de A15 zo minimaal mogelijk maken. Toch klinken er vanuit de omgeving voorzichtige, positieve geluiden, zoals in Elst. Nou ja, ik woon zelf in Valburg, dus ik hou ervan als ons dorp behouden blijft. Maar ja, aan de andere kant is de efficiëntie van verkeer ook belangrijk. Dus ik sta er een beetje met twee benen in, zeg maar. Ik denk dat het goed is voor het verkeer en misschien minder goed voor het milieu. Tenminste, rond die buurt. Ja, het milieu is natuurlijk altijd een zwaar punt, zou ik maar zeggen. Alleen je moet ook denken aan het verkeer. En file voorkom je toch niet. Dan is het eerder dat mensen efficiënt in moeten delen door samen inderdaad te gaan carpoolen of thuis te werken, indien mogelijk. Je moet je voorstellen, er zijn nu mensen, daar moeten we ook over hebben, die er al vaak jarenlang, decennia lang wonen in het dorp. En er komt nu een snelweg doorheen. Nou, dat betekent wat. Het blijft natuurlijk een snelweg, hoe je het bent of keert. Maar nogmaals, als je het niet doet, staan die auto's ook voor jou voor de deur. Dan is het ook niet leuk.